Hallo, mijn naam is Wim Meijer en dit is een video over een onderwerp van AutoCAD 2022. In dit geval gaan we het hebben over trace. Trace, het woord zegt het is een spoor. In dit geval hebben we een tekening van een gebouw in AutoCAD getekend en die willen we delen met een klant of opdrachtgever. En deze moet zijn commentaar hierop kunnen geven. Dit is de AutoCAD-omgeving zoals je ziet, maar we hebben ook een webomgeving en dat is deze. Hier zie je dezelfde tekening, maar dan in de webomgeving. Nou, aan de linkerkant heb je een aantal opties, zoals de layers, de bloks die in deze tekening zitten, de X-ref als ze daar zijn, maar ook zeker trace. En als ik kies voor trace, kan ik een nieuw spoor aanmaken. En je ziet er wordt iets over de tekening gelegd en ik heb hier nu de mogelijkheid om daar iets in aan te geven. In dit geval wil ik aangeven dat dit mijn werkplek is. Ja, ik zie mijn naam staan. Ik wil even accentueren dat ik hier zit. Dat is mijn werkplek. En ik wil eigenlijk ook dat deze hele wand verwijderd wordt. Want ja, ik wil wat een groter kantoor hebben, ik wil wat meer ruimte hebben, dus deze wand mag van mij verwijderd worden. En dat ga ik nu aangeven in een tekst. Die tekst die moet dan wel wat groter zijn, 250. En ik wil zeggen de wand verwijderen. Zo. Het staat er. Ik ben wel tevreden met deze wijzigingen en ik wil dit doorgeven aan degene die de tekening gemaakt heeft. Zo, ik moet dit zeven. Ik kan het even enable to save. Even kijken, wat moet ik? How certified? Nou, while the trace is open. Ja, ik moet eerst de trace sluiten. Dus ik moet even zeggen van nou, sluit hem maar even. Ik sluit hem nu. En je ziet hier aan de linkerkant mijn afbeelding. En als ik daarop klik, dan kom ik weer terug in die trace. En ik kan hem weer sluiten. Nou, deze wil ik opslaan. Als ik nou terug ga naar mijn tekenomgeving. Even kijken. Alt, top. Ik wil weer terug naar mijn AutoCAD tekening. En daar is een nieuw knopje en die heet Trace. En die vind je bij Collaborate, yes, Trace Palette, die kun je aanzetten. En er is op dit moment no traces in this drawing. No, 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 ik had wel een trace gemaakt hoor. Ik zal hem even opnieuw moeten openen. Ik open hem even en hij staat ook op het web. En ik heb hem net gesaved, dus ja, ik neem aan dat hij hier staat. Gebouw inrichten. Ik open de tekening. Ik krijg een waarschuwing, het is een vrij oude tekening. En ik krijg hier een nieuw rubriekje en dat heet Trace. Dus als ik daarop klik, dan zie je mijn afbeelding en dan zie je ook de opmerkingen. Als je daarop klikt, dan zie je dus inderdaad datgene in AutoCAD wat ik had aangegeven, wat mijn wijzigingen waren. Nou, ik kan nu online die dingen gaan wijzigen. Ik kan dit even op de achtergrond. Ik zou hier het een en ander mee kunnen doen. Maar als ik de wijzigingen heb uitgevoerd, kan ik dit definitief weer wegkrijgen. Ik kan dit paletje weer sluiten. En later, als men mij vraagt van wat heb je veranderd, dan kan ik nog altijd terugverwijzen op de trace die eigenlijk aan die tekening geplakt blijft. Tenzij ik hem verwijder. Dus op die manier kun je heel mooie redlijnen en wijzigingen doorvoeren. Dat was hetgeen wat ik jullie wou laten zien. Dus als er nog meer vragen zijn, kun je altijd bij ons terecht. Tot de volgende video.